we eigenlijk een hele oude plank van vroeger gewoon een klein nieuw jasje gegooid hebben. En dat elke fabrikant, tenminste elk merk wat bij deze fabrikant boards laat bouwen, die kan hem opnemen in zijn eigen programma. En dat betekent dat je dus heel snel een hele goede distributie krijgt over de hele wereld. En want in het ene land is het merk Starboard bijvoorbeeld weer wat actiever. In een ander land is Nes weer actiever. En in Frankrijk bijvoorbeeld de ExoZet is heel erg actief. En die voeren dan die boards. En waardoor je dus in de landen echt een heel snel eigenlijk een hele groei in die klasse krijgt. Ja, en ik denk eerlijk gezegd nu waarschijnlijk RX-6 over is. Dat is de huidige Olympische plank. Die wordt waarschijnlijk vervangen voor foilen. Ja, dan is dit toch waar het allemaal weer bij elkaar komt. En ja, het staat nu al op de kaart. Gewoon lekker basiswindsurfen, gewoon lekker samen met jouw maat op pad. Er zijn inderdaad heel veel herintreders, maar mooi om te zien is het toch weer het oude oldschool surfen pakken. Super. Basic windsurfer, toen die is een beetje weggeconcurreerd, allemaal plankjes met lusjes en kleiner en steeds extremer en specialer, waardoor de doelgroep kleiner werd. En ik vond dit wel leuk, kan je altijd mee varen, één zeil, één plankje. Simpel en altijd lol. Je moet maar zo zien, deze windsurfplank is een beetje de laser onder de zeilbootjes. Zo is het. Dus aandacht gaat er niet hard. Ja? Je moet er hard voor werken om op gang te krijgen. Maar je kan zo mooi tactisch ermee mee spelen. En dat blijft fantastisch leuk.